Beste GVB'ers, ik ben een reiziger van het openbaar vervoer, heel frequent reiziger. Ook in 1981, toen er stakingen waren voor het openbaar vervoer, stonden reizigers achter de staking. De Bijstandsbond, het comité Vrouw en de Bijstand Eva, het comité Sociale Strijd zijn solidair met het GVB. Goed openbaar vervoer is belangrijk voor grote groepen mensen, uitkeringsgerechtigden en chronisch zieken. Veel chronisch zieken kunnen als een groot gedeelte van de bus en de tram wegvallen, niet meer weg. 800 meter lopen naar de volgende bushalte is te moeilijk en kan niet. Wij eisen een behoorlijk openbaar bestuur. Openbaar vervoer. Dank u wel. En de laatste spreker is zeker niet de minste. Oneerbiedig zou je zeggen, het beste paard van stal. Het toetje voor het laatst bewaard. Maar degene die nu gaat spreken, heeft al eens eerder een bijdrage geleverd aan het behoud van het GVB. Hey! Ik geef het woord aan Saar Boerlage. Dankjewel. Ja, ruim 10 jaar geleden begonnen wij met een actie, GVB, geen NV. Toen was het ook al de marktwerking die er zou komen. En wij, en eigenlijk een aantal ouderen, begonnen daarmee. En gelukkig kwam meteen de mensen van het GVB, die ken ik daar ook allemaal van, die kwamen en die zeiden, we willen jullie wel helpen. En zo is dat allemaal tot stand gekomen. Al die handtekeningen op al die markten, in de regen, in de kou, het is toch gelukt. En toen we die handtekeningen eenmaal hadden, toen was er natuurlijk nog het referendum zelf. En 2/3 van de Amsterdammers stemde voor behoud van het gemeentelijk vervoerbedrijf. En toen is het natuurlijk toch wel weer een beetje veranderd bij het GVB, want ze doen dus nu veel meer aan die markt mee. Maar het is gelukkig gebleven het GVB. Ja, wij ouderen staan achter jullie actie. En niet alleen de WOU, waar ik dan eigenlijk van kom, de feministische oudere vrouwen, maar ook de ANWO en ook de PCOB, de protestants-christenen, ook de KBO, de katholieken, ook de migrantenorganisaties, ook het netwerk ouderenadviesraden staan allemaal achter jullie. En we hebben een perscommuniqué gemaakt. En ja. Want wij zijn, als je niet oppast, echt de dupe. Wij ouderen worden vaak verwezen naar goede woningen aan de rand van de stad. En ja, er was ook een halte van het openbaar vervoer en je kon overal heen. Als het zo is dat in Nieuw-West en in Noord de bussen niet meer goed rijden, dan kunnen wij niet meer op bezoek bij onze familieleden. Dan kunnen we niet naar de ziekenhuizen om daar mensen op te zoeken. Dan zijn wij in zekere zin genoodzaakt om daar te blijven. En natuurlijk is het daar mooi, maar we willen toch contact met iedereen. En ja, we kunnen niet meer fietsen. En ja, de taxis zijn te duur. En ja, dan blijft er over het aanvullend openbaar vervoer voor ons. En het aanvullend openbaar vervoer, ik wil er geen slecht woord van zeggen, maar het is wel tijdrovend. En het is ook voor de gemeente, we hebben het uitgerekend, als 15% van onze ouderen over moeten stappen op het aanvullend openbaar vervoer, dan is dat per rit kost het aanvullend openbaar vervoer 15 euro. Dan is dat 23 miljoen die de gemeente extra moet uitgeven. Nou, pak uit je winst als je dus op zo'n manier bezig bent. Moet dus niet. Wij moeten gewoon met elkaar het gemeentelijk vervoerbedrijf houden. En dan heb ik nog één opmerking. Ja, hieronder staat het ook. We moeten het kabinet kwijt. Er is genoeg al over gezegd. Dat moeten we met z'n allen doen. Komen hier ook om hun solidariteit te betuigen.